En een van de dingen die dan weer door divorce komt, is dat je bent inmiddels trouwambtenaar. Ja. En dat doe je best vaak, begrepen. Dat doe ik best vaak. En dat is dan een voorbeeld. Daar sta ik wel in mijn kracht. Dat is helemaal mijn ding. Dat vind ik helemaal te gek. Ja, wat is daar zo leuk aan? Nou, omdat je... vanochtend had ik weer een kennismakingsgesprek met mensen. Het is, elk stel is anders. De ene keer sta ik in Barcelona op een gigantisch duur huwelijk. De andere keer in Wees met alleen maar een bastonje koek bij de koffie. Het is allemaal even leuk. Het is gewoon echt. Het gaat over gevoelens. Volgens mij gaat het in het leven over dood, geboorte, trouwen, dat soort dingen. En als je bij zo'n mooie gelegenheid een klein steentje mag bijdragen, dat vind ik echt te gek. Echt te gek. Ja, ja, maar het grappige vind ik dan ook wel weer. Je zit in een serie die heet Divorce. Ja. En dus logisch dat ze jou vragen voor het trouwen. Ja, nee, dat, zo is het een beetje ontstaan als grapje, maar dat is inmiddels niet meer zo. Maar het is inderdaad wonderlijk. Ik heb het over hem niet zelf bedacht. Een ander echtpaar heeft het bedacht. Die stuurde mij opeens een mail van of ik ze wilde trouwen. Ik dacht, nou, ik ga in ieder geval één keer in mijn leven iemand trouwen. Dus dat heb ik gedaan. En het smaakt onwijs naar meer. Ja. Okay. Jij getrouwd? Ja. Jij bent getrouwd? Ja. Leuk. Jij? Ja, ik ben ook getrouwd. Ja, jullie dames? Ja, kunnen ze een frietskorting doen? Ja, oh, je bent een door laten je bent aan het solliciteren aan een buitenvrouw. Dat is ook een trend. Ja, 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 de surinamisering van de liefde.